verboden toegang voor onbevoegd. Oké, snel weg. Dat gedeelte hebben we weer gehad. Gooi wat in mijn schoentje. Hallo, goedemorgen, goedemorgen. Ik ben alweer een beetje aan het opschieten slash haasten. Want we hadden niet zo'n heel lekker nachtje hier thuis met Jax. Dus hurry, hurry. Ik moest hem nog een fles geven. Mijn gezicht ziet er... Ik heb nog niet echt licht. Ziet er zo uit. Nou ja, jullie zien het later wel. Ik heb in ieder geval gedoucht en ik heb mijn haar gewassen. En ik ben zo blij en ik voel me zo fris. Dit is zo lekker. Ik heb gewoon echt best wel goed kunnen douchen zonder mijn gezicht nat te maken. Dus misschien had ik dat zelfs wel eerder kunnen doen, maar oké. Ik heb nog wel wat schilfertjes hier en daar. Ik heb het goed ingesmeerd met factor 50. Heel erg belangrijk. En dan gaan we nu naar Transavia Schiphol Oost cursus. Ik heb geen idee wat ik aan moest doen. Kon niet echt goede info vinden enzovoort. Dus ik hoop dat het allemaal goed is. En we gaan met die banaan. Lunchpakketje die meestal op is voor 10:00. Seriously on time today. Het is ook zo'n file waar je de laatste tijd altijd rekening mee moet houden. Want dit is bij de poort van Schiphol Oost. En daar staat een hele rij voordat je naar binnen kan. Trouwens, vandaag valt het volgens mij wel mee, want het gaat heel snel door op dit moment. Even voor iedereen die nu komt indroppen. Ik ben dus Disna. Ik heb ben stewardess freelance, dus ik vlieg niet zo heel veel. Ik heb een jaar niet gevlogen. En omdat ik een jaar niet heb gevlogen, ga ik nu een soort mini-ini doen. Dat betekent gewoon eigenlijk een soort opfriscursus. Van 7 dagen op Schiphol Oost in het trainingscentrum, zeg maar. En nog 1 vlucht. Hartstikke idee. Oh, wat een wind. Via, we are there. Waar moet ik zijn? Of ik ben als enige te vroeg. Of... Ik ben als enige te laat. Terug in de auto. Sorry, echt helemaal geen drol gevlogd. Maar het ging gewoon echt even niet. Ik moet echt even gaan voor het leren. En dan heb ik natuurlijk ook gewoon nog mijn gezinnetje thuis straks. Die een klein beetje aandacht nodig heeft. Mijn moeder is aan het oppassen deze dagen. Dus ik hoop dat zij nog even het een en ander kan overnemen van mij samen met Bart. Demotiveert me ook een heel klein beetje dat ik een paar rotopmerkingen had. Nou ja, rotopmerkingen. Gewoon mensen die vinden het niet helemaal oké dat ik iets aan mijn gezicht heb laten doen. Wat in mijn beleving gewoon een goede behandeling is om een fijn nieuw huidje te krijgen en om wat aan mijn pigment te doen. Maar oké, ja. Ik moet me ook niet zo aantrekken. Dat doe ik normaal ook helemaal niet. Maar nu in één keer wel, omdat ik vlog. Ik vlog dit niet alleen voor mezelf. Weet je? Ik vlog dit ook voor jullie. En ik vind het tof om de dingen te laten zien zoals ze zijn. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die dit soort behandelingen doen. Zeker van mijn leeftijd. Ik ben 34 en... die zullen dit niet vertellen, zeker niet op beeld brengen. Ik doe dat wel omdat ik het toch een soort van wil uitproberen in mijn vlogs. En ja, jullie wil deze kennis met jullie wil delen of dit gaat werken, ja of nee. En het is gewoon jammer als dat niet zo gezien wordt. Dus mijn motivatie voor vloggen zakt dan echt direct naar beneden. Ja, het is gewoon echt zo. Dus ik ga nu even de camera wegdoen. Bye. Hallo, goedemorgen. Ik heb echt alleen nog maar een soort flinterdunne, irritante schilfertjes. Maar verder gaat het super goed met mijn gezicht. Ik ben even briefjes aan het maken voor Bart en voor Jol en voor mijn moeder. Koffietje drinken, broodjes maken en dan gaan we ervoor. Het echte sparen examen gaat over 7 dagen komen. En dus dat wordt nog wel heel veel blokken de komende dagen. En laat ik daar nu echt geen tijd voor hebben. Maar weet je, als ik dit wil, dan moet ik er gewoon even tijd voor maken. Zo, daar zijn we weer. En kijk eens even hoe mooi is
Schiphol wel niet met al die lichtjes vanaf hier. Oh, je ziet het niet zo goed. Verboden toegang voor onbevoegd. Oké, snel weg. Super blij, geslaagd. Dat gedeelte hebben we weer gehad. Nu de rest nog. Hey, we zijn geslaagd. Yay. Morgen, dan heb ik trouwens firefighting. Oftewel branden blussen in een soort plek waar je dan dat gaat trainen. Waar je echt brandjes gaat blussen. Dat hoort er ook allemaal bij. Nog 2 dagen hierna, dan heb ik 2 dagen vrij. Nou ja, vrij. Dan moet ik leren. En dan nog 3 dagen. En dan 1 van die 3 dagen weer het laatste examen. Die wel iets pittiger is dan die van vandaag. Want dan gaat het meer echt over flight safety. Dus ja, spannend allemaal. Maar vooral gewoon heel intensief qua tijden voor mij in combinatie met alles. Dus ja, ik hoop ook dat het me gaat lukken om gewoon de vlogs online te krijgen. Want dit gaat wel echt even voor. Maar goed, dat gaan we zien. Ik moet gewoon niet te veel vloggen. Dan blijven de vlogs gewoon lekker kort. Dan heb ik ze zo online staan. Dus bye. Speciaal voor Harold zijn verjaardagje. Happy birthday to you. Thank you. Jola mag een cadeautje geven. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday. Happy birthday to you. Dankjewel. Because I'm happy. Zo. Zo, eet smakelijk. Hey. Ja, ik vond het ook koud hier hoor. Ja. Ja. Hoi! Ik zit in de Eskimo! Ben je weer je gekke snoetje aan het doen? Ja, trots hè. Dat gaat hier ook. Lijkt wel een vis zo. Kijk naar die zo hè. Kijk die hele hezer. Oh ja? Kijk dit nou, hoe schattig deze schoentjes. Sinterklaas kaboentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Gaan we in een schoen doen. Ja, heel vet. Just dance. Jola die verdient wel iets heel erg leuks. Omdat ze dus helemaal niet heeft gevraagd om de schoen te mogen zetten nog. En omdat ze eigenlijk ook niet meer gelooft. Maar juist daarom verdient ze dit. Oh. Zo blijf je staan, schat. Maar dat is wel heel duidelijk hoe kapot je bent, hè? Ik ook trouwens. Heel erg kapot. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn schoen.